Thank you. Next speaker is Mr. De Graaf, 1.5 minuut. Voorzitter, Griekenland is bankroet. Het land is een patiënt die elk half jaar aan het financiële infuus moet. 215 miljard heeft dit al gekost. En wat is er met dit geld gebeurd? Een kleine 10 miljard kwam terecht op de Griekse begroting. Bijna 140 miljard is gebruikt om Franse en Duitse bankleningen te betalen. Om deze banken te redden dus. De Europese burgers moeten bloeden voor de fouten van de Europese elite. In het geval van Nederland al zo'n 25 miljard euro. Geld dat we nooit meer terugkrijgen. Geld dat is opgehoest door hardwerkende Nederlanders. En bedenkt u eens wat we allemaal met die miljarden hadden kunnen doen. Voor de zorg, voor onze ouderen, voor de pensioenen. Voor het versterken van onze grenzen, voor onze veiligheid. De voorzitter van de Raad van Ministers, de heer Rutte, beloofde tijdens de verkiezingen nog geen cent meer naar Griekenland. Wat een perverse leugenaar. Nederland kreeg, zoals zoveel Europese landen, zoals Griekenland, een afbraakbeleid en bezuinigingen voor de kiezen. Allemaal om de failliete EU en de failliete euro kunstmatig in leven te houden. Voorzitter, deze geldkraan moet dicht. Niet nog eens miljarden naar Griekenland. Niet nog meer graaien in de pensioenen van Europese burgers. De euro moet afgeschaft worden. Griekenland moet terug naar de drachme. Genoeg is genoeg. Thank you. Next speaker, Mr. Papadakis. 1 minute. Ο νόμος Λεμιτόμος που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατεδαφίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα του λαού ενώ γενικεύεται ταυτόχρονα και η άγρια φοροαφέμαξή του. Έγκριση από τη Βουλή έχετε. Νομιμοποίηση του λαού για